Elk jaar wordt op de laatste zondag van januari Wereld Lepra Dag herdacht. Dit jaar was het op 28 januari. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij deze eeuwenoude bacteriële infectie die vooral de huid en de zenuwen op een stille en meestal onopgemerkte wijze aantast. Volgens dermatoloog Karin Tseupersat is de herdenking van deze dag belangrijk omdat men in Suriname zo'n beetje is vergeten wat lepra is en wat het allemaal met het lichaam kan doen. De dermatoloog legt uit wat lepra is en hoe men het kan herkennen. Lepra is een infectie veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae. En dat tast vooral de huid en de zenuwen aan bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Nou, officieel weet men het nog niet helemaal zeker, maar men denkt dat het komt door hoesten, niezen en contact. Maar niet zo makkelijk. Lepra is een van de minst, de leprabacillus is een van de minst besmettelijke bacteriën. Je moet echt jarenlang wonen met iemand voordat je er last van krijgt. Lepra kan je herkennen door een vlek op de huid waarin je minder gevoel hebt. Dus bijvoorbeeld je drukt met een naaldje erin en je voelt niet erin. Het kan zich ook uiten door knobbeltjes aan de oren, de neus of elders op het lichaam waarin er bacteriën zitten bij wijze van. Pijnlijke zenuwen, pijnlijke handen, bloedneuzen, dat kan het ook geven. En wat ook belangrijk is, het kan ook rode vlekken geven. Vlekken die eigenlijk normaal wel en plotseling rood worden. Tseupersat zegt verder dat er per jaar zo'n 20 tot 25 nieuwe lepra-gevallen worden geregistreerd bij de dermatologische dienst. Volgens haar zijn er twee vormen van lepra. Bij de ene krijg je alleen gele vlekken en wordt er een medicatie voor 6 maanden voorgeschreven om de bacterie te doden. Bij de andere kan men knobbels en rode vlekken krijgen en daarvoor krijg je medicatie voor 12 maanden. Voorts legt Tseupersat uit hoe men lepra kan voorkomen. Dit is een vraag die wereldwijd een punt is voor iedereen die met lepra bezig is. We zijn er nog niet helemaal uit. In ieder geval, als je verschijnselen merkt, kom zo snel mogelijk. Komt er lepra voor in je familie, wees extra alert. Men is nu wereldwijd een beetje aan het kijken, maar het is nog geen regel om te kijken of men mensen bepaalde medicijnen kan geven als je in contact bent geweest met iemand met lepra. Maar dat is nog helemaal een trial fase, maar men zit te kijken, maar wil inderdaad preventief handelen, maar men weet nog niet precies hoe. Men is nu onderzoek aan het doen daarna. Maar je kan gewoon bij ons komen en wij checken dan vrijblijvend voor je of het lepra is of niet. Als het iets anders is, gaan we het niet voor je behandelen natuurlijk. Maar mocht het lepra zijn, dan word je gratis behandeld en begeleid de hele tijd dat je behandeling krijgt en daarna ook. Karin Tseupersat, dermatoloog bij de dermatologische dienst van het ministerie van Volksgezondheid. Onze nieuwsdienst sprak haar in het kader van herdenking van Wereld Lepra Dag. Gisteren.